Kinshoa, 56 centimeter, Yonsai. En kweker Satoshi Tanaka. En heel groot hoofd, met een brede schouder, sterk uitlopend lichaam. En hele goede rood kwaliteit. Weinig Sinopa Kinshoa. Sumi kwaliteit. Neus echt zwart, koeldeksel is super zwart. Het lichaam nog iets lichter. Maar dat verwacht ik dat het ook langzamer zwarter gaat worden. Metallic glans goed. Deze kwaliteit Kinshoa, deze maat. Zijn er heel weinig in Europa. En ik denk dat dit een hele goede kans hebben is op een best een variety hier van pro show in Europa. Een hele hoge vis. Vrouwelijk. Wat heel mooi is dat het meeste zwart op het lichaam in het wit ligt of het wit aanraakt. Nadeel is een volledig rood hoofd. Alleen ja, met de kleine hoeveelheid kinshoas die op de kooshoes normaal ingezet worden. En normaal in deze maat verwacht ik dat het geen enkel probleem zou zijn.